Deborah de Ridder. 20 jaar na de kleine, schattige Annie gaan we jou nu terugzien als Miss Hennigan. De pitch uit de musical eigenlijk toch wel. Is het een hele aanpassing? God, toen ze mij belden met de vraag, heb ik eerst even goed gelachen. Ik had zitten op, oh. Maar dan dacht ik van, eigenlijk, het is zo'n leuke uitdaging. En het is zo ver van mijn bitchshow, dat het voor mij ja, de uitdaging gewoon heel groot maakt en heel leuk. Op tv heb ik al dat bitchje mogen spelen, maar op toneel is dat de tweede keer nog maar. En ik heb er ontzettend veel zin in. Het is altijd leuk om een bitch te mogen spelen. Je mag zijn wie dat je wil zijn dan op het podium. Je mag het echt ja, een bitch uithangen. Hè. Het personage van Warbucks is interessant om te spelen in die zin dat die stevige, stoere kerel waar je naar verwijst, dat is die in het begin eigenlijk, maar hij maakt wel een hele mooie evolutie door. Dat is heel interessant om die rol te spelen. Dus, maar ik heb daarnet, na de wedstrijd, heb ik echt gekeken als Mark Thijsmans en ik moet zeggen dat die kinderen dat toch wel... fantastisch hebben gedaan eigenlijk. Zo, er zit ontzettend veel talent in Vlaanderen. En ik ben altijd weer blij als ik dat vaststel. Zo van, god, wat hebben we toch goede mensen. Of het nu kleine meisjes zijn of volwassenen, dat doet er niet toe. Maar ik ben ontzettend blij als ik die kinderen bezig zie en denk van, god, wat zijn we goed ook hier in Vlaanderen. Zo.